echt een hele mooie nette winkel. We zijn onderweg naar Haarlem. Het is zaterdag. Oeh, jongens, de nieuwe Mamma Mini. Het was wel echt fantastisch. Hoi en super gezellig dat je kijkt naar mijn nieuwe video. Max en ik gaan de stad in. Gaat Po ook mee? Ja. Oké. We gaan even kijken of we hockeyjasjes kunnen regelen voor de jongens. Hallo Po. Nee, Max die heeft een, nu sinds 2 jaar eigenlijk een beetje een vast hockeyteam. En we hadden nu bedacht... GHBS. We hadden bedacht dat het nu wel leuk was dat ze ook teamkleding zouden krijgen. Dus ik had me daarvoor opgeworpen. Maar goed, het is nu al bij de herfstvakantie. Het eerste rondje is al bijna voorbij. En er is nog steeds geen jasje. Dus we moeten nu echt even in actie komen. Ja. We gaan nu een trainingsrasje afdrukken. Ja, en dan moeten de namen achterop komen en het logo van de is club. Dus we gaan eens even kijken of we dat kunnen regelen. Ja, echt super profi. Ze hebben zelfs een sponsor. Dus zo moet die dan ongeveer worden. En natuurlijk GHBS logo voorop. Dit is de achterkant, ja, dus niet de voorkant. Gaan we met de fiets? Ja. We zitten in de auto. Ik zal even het muziekje uitzetten. We zijn onderweg naar Haarlem. Het is zaterdag en we gaan gezellig logeren daar bij een vriendin van mij. Ze heeft 4 kinderen, dus dat wordt denk ik echt een hele gezellige logeerparty. En we zijn net onderweg, maar Maxi moest al meteen plassen, tweede tankstation. En we hebben hem ook opdracht gegeven om even een lekker snoepje te halen van onderweg. En ja. Wij hebben donuts. Dunkin' Donuts meegenomen. Ja, we hebben een hele grote doos donuts mee. En ja, jij zegt van Dunkin' Donuts, maar deze is... Ja, het zijn Dunkin' Donuts, alleen ze hebben de branding weggehaald. Ja, ze verkopen ze in Groningen nu nog gewoon in een soort van koffietentje. Ja, ik geloof dat tegen de tijd dat deze video nog maar... Ja, krijgt. Dat die dan al open is. Ja, we zagen dat ze een eigen filiaal krijgen. Gewoon echt de Dunkin' Donuts in de Herenstraat. En misschien ook wel even een leuke tip voor jullie, voor de Groningers. De eerste 100 klanten, die maken kans op... Misschien kunnen we dat beter niet vertellen. Want eigenlijk... Het lijkt nu ook net een promo van Dunkin' Donuts. Ja, het lijkt nu echt een promo, maar dat is het niet. Hoor. Dat is het niet. Het is absoluut geen promo en we vinden gewoon donuts lekker. En we promoten donuts in het geheel. Ja, maar goed, er komt dus een Dunkin' Donuts in de Herenstraat. Ik ben benieuwd wat Max meeneemt. Waar zou die komen opzetten? Ik denk Haribo snoepjes, wat denk jij? Oeh ja, dat is wel een goede grote kans, maar... Ergens verwacht ik ook wel dat hij misschien iets van chocola meeneemt. Maar er is heel veel van. Van Maltesertjes. Maltesertjes of M&M'tjes. Ja, hij komt met Haribo snoep aan. Zie je hem? Oh, daar is hij. We waren net aan het nadenken over wat zou Max meenemen? Laat zien, wat heb je? Haribo Starman. Ik dacht het al. Die is lekker, hè? Lekker. Oké, ik ga weer rijden. Ja. We zijn lekker op het strand. Echt zo'n mooie dag. Heerlijk. Max heeft een kwal gespot. Good morning! Het is weer maandag. We zijn weer thuis. Gisteren al trouwens hoor, gisteravond. Wel nog echt een hele leuke dag gehad. We waren gisteren op het strand en was zulk lekker weer. Echt genieten. Ik zou echt, als ik in Haarlem zou wonen of in Amsterdam, dan zou ik echt iedere week op het strand zitten met zulk lekker weer. Maar ik ben weer aan de slag en ik ben een reel aan het opnemen. Ik zal jullie even laten zien. Ik had echt hele coole boots. Ze zijn van Bristol. Het is echt leer. En vorig jaar had ik ook zoiets. Dat heb ik echt
zoveel gedragen, die schoenen. Die zijn nu helemaal kaal. Dus ik ben helemaal blij met deze. En ik ga dus voor de reel ga ik 3 verschillende looks stylen met deze boots. En ja, dat gaat helemaal goed komen, want ze staan bij heel veel dingen leuk. Maar ik zal jullie wel eventjes laten zien. Dit is dus ook allemaal van Bristol. Kijk, hier zie ik nog steeds even streepjes ook, hè, dit najaar. Dus dit vond ik heel leuk. Ook een leuke hals. En dan heb ik er een nep leren legging bij. En een body warmer. Maar dan een lange. Want ik hou zelf wel heel erg van lange jassen. En dat vind ik eigenlijk ook leuker staan bij mezelf. Maar vind ik ook, ja, gewoon ook lekker warm natuurlijk. Dus ik denk, dit is dan 1 setje. En dan heb ik 1 setje met... Ook dan met de leren legging en dan deze trui. Leuk, hè, met het ritsje. Zit ook echt heel lekker zacht, voelt hij aan. Dus ik denk dat hij heel lekker zit. En er kan ook nog een coltruitje onder. Lijkt me wel leuk, een beetje met kleur. En dan heb ik nog iets heel anders. Dit is een rokje met plooien. En het leek me zo grappig om dan gewoon een hele stoere trui erbij te doen. Dat is een beetje zo die American style vibe. Nou, en dan dus overal de boots bij. En ja, ik had eerst beneden was ik een beetje aan het kijken of ik het daar kon gaan filmen. Maar uiteindelijk denk ik dat het licht hier toch beter is. Gewoon dit hoekje. Dus dat ga ik even doen. En dan ga ik zo eventjes naar de stad. En dan ga ik ook even weer wat kleding wegbrengen. Want jullie kennen mijn regel. Nieuwe dingen erin betekent dat ik ook weer dingen weg moet doen. Dus ik ga even langs appel en ei. En dan ga ik denk ik meteen eventjes bij de nieuwe Mama Mini kijken. Want die is dus dit weekend geopend. Nou, ik ga aan de slag. Tasje voor appel en ei. Kijk, die zit hier. En sowieso, dus het is hier in de Oosterstraat, is het echt een soort vintage shopping mall geworden. Want je hebt daar aan de overkant nog Vintage Island. En hier is dus... de nieuwe Mama Mini. Ook echt zin om daar zo eventjes te gaan kijken. Nou, echt een hele mooie nette winkel. Oeh, dit vind ik wel een leuk jurkje. Hele mooie kleur. Het is van Pull & Bear. Even kijken, wat is een S? 7 euro. Is wel gaaf. Er zitten echt wel toffe dingen tussen. Kijk, hier zijn alle printjes. Zara en pieces. En ik zag hier ook nog een heel schattig jurkje. Volgens mij wel wat een duurder merk. Heel mooi, maar is heel klein. Het is ook van speciaal petit. Ik denk dat die ook sowieso te kort is voor mij. Maar wel echt zo'n mooi jurkje voor een zomers feestje. Oeh, jongens, de nieuwe Mama Mini. Het was wel echt fantastisch, hoor. Ik heb echt veel leuke dingen gespot. Het nadeel is alleen wel, het is best wel een drukke winkel. Dus ik vind hem voor een shoplog opnemen niet echt heel erg geschikt. Want je filmt al heel snel andere mensen en zo. En dat wil je natuurlijk niet. Ik heb dus wel iets heel tofs gevonden. Namelijk sneakers van Tots. Nou, misschien kennen jullie het merk wel. Maar dit is echt, echt een superduur merk. En ik heb deze meegenomen voor mijn moeder. Echt geluk dus dat het precies onze maat is. We hebben dezelfde maat. Of tenminste, mijn moeder heeft ietsje grotere voeten. Dus ik heb ze even gepast. En ze zaten mij nou een heel klein beetje ruim. Ze zien er ook echt nog top uit. Ze zijn dus van leer. Nou, nieuw kost deze schoenen gewoon 500 euro, denk ik. Dus ik had ze voor 7,50. En er waren ook echt... Ik had nog een paar hele mooie laarsjes... Ik weet niet of ik die ook heb gefilmd, maar ik had ze wel op Instagram gezet. En dan kreeg ik al een berichtje ook van iemand die ik ken van... Ik heb ze opgehaald. Dat was een klein maatje, maar ook echt heel mooi super leer. Zaten de kaartjes ook nog in, 200 euro. En die waren volgens mij ook rond de 7. Dus ja, is echt een aanrader als je hier in de buurt bent om daar even in de Oosterstraat te gaan kijken. Appel en ei is dus ook altijd leuk. Daar breng ik dus mijn spulletjes heen. Ja, die is gewoon wel duurder, maar dan heb je het dus uitgeselecteerd. Dus als je nog niet echt een echte tweedehands shopper bent, dan kan ik die wel aanraden. Want dan, ja, dan lijkt het gewoon meer een echte winkel. Hè? Maar dan is het wel tweedehands, maar echt wel wat goedkoper. Maar het zijn niet de kleine prijsjes zoals bij de kringloop. En ik vind dat zelf eigenlijk toch wel het allerleukste. Echt gewoon die schattenjacht. Nou, goed. Ik ga nog even aan het werk en dan moet ik zo de jongens alweer ophalen.
En ja, ik zie jullie later. Hallo, het is vandaag dinsdag en kijk eens, ik heb vandaag een collega. Ik vind het zo gezellig, want ik werk natuurlijk altijd vanuit huis. En nee, ik ga als naar winkels, maar ik ben ook altijd heel veel alleen aan het werk. Gewoon mailen en ja, achter de computer. Maar vandaag is Siemer. Siemer's juf is ziek. Dus het is gewoon echt een snipperdagje. Ja. Oh, jij hebt echt mazzel, jongen. Kijk, we hebben dus iets ontdekt. Dit is Peter Celi van de schooltuintjes. Siemer had echt zo'n enorme bos. En dat vinden de konijnen dus heel erg lekker. Jip, Jip, kom eens. Kijk. Kijk eens. Kijk nou. Hij gaat helemaal loco erop. En morgen dan wordt hij gecastreerd. Dus daarom is het ook mooi dat hij nog even extra verwend wordt. Het schijnt ook heel gezond voor ze te zijn. Ik vind het echt heel lekker. En Janneke is echt duidelijk de grootste vreedzak. Die gaat echt altijd, die wordt helemaal gek als ze eten krijgt. Nou, eet smakelijk, meisje. Kijk wat er net werd bezorgd. Het seizoen komt er weer aan. Het grote speelboek van bol.com. Yay! Ja, volgens mij nog ja, een weekje of 8 of zo, 9 tot Sinterklaas, hè? En Max is natuurlijk binnenkort jarig, dus nou, dan vermaak je helemaal wel vandaag. Ja. Een hele goede morgen. En kijk eens wie we daar hebben. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien. Hier zo zit hij. Jip, hij gaat naar de dierenarts. Zwart. Kom maar. Ik ga de jongens naar school brengen. En dan breng ik Jip bij de dierenarts. Ik ben er, 8:30. Ik ga Jip nu dus droppen hier bij de dierenarts. En dan ja, wordt hij of vanochtend of vanmiddag wordt hij dus gecastreerd. En dan ja, kunnen we hem eind van de dag weer ophalen. Ja, het is nog wel een beetje spannend. Het is toch een klein diertje en hij moet onder narcose. Dus altijd gewoon toch een soort risicootje. Maar goed, we gaan ervan uit dat het allemaal goed gaat. Ik ga zo even zijn hokje ook klaarmaken. Want hij kan beter niet in het zaagsel zitten. Hij heeft natuurlijk straks een wondje. Dus dan ga ik het even met kranten doen en handdoeken. Maar ik breng hem nu snel naar binnen en ik zie jullie zo weer. Nou, Max die had nieuwe kleurtjes gekregen. En daarmee kun je dus ook op het raam tekenen. Het gaat trouwens wel heel makkelijk af. Maar ja, de Sinterklaas die wordt alweer verwelkomd hier. Kijk, dit zijn ze wel een leuke tip sowieso. Ook om van de Sint te vragen. Ze zijn dus, ik dacht eerst van, nou, het zijn gewoon de kleurtjes. Maar ze zijn 8 keer sterker dan gewone potloodjes. Er zit een beetje tussen een potloodje en een krijtje in. En je kan er ook water bij doen, dan kan je ermee verven. En je kan er dus ook echt gewoon mee op zwart papier tekenen. Of op steentjes. Het is gewoon echt een soort van superkleurtje. Nou, je kan er steeds ook heel leuk voor. We hadden nu eigenlijk even voor Jip, had jij toch net welkom thuis gemaakt? En nu is het toch weer Sinterklaas geworden. Mm-hmm. Maar goed, we gaan Jip ophalen. Het is bijna 2:00. En dan hebben we daarna nog even kennismakingsgesprekje met juf. En dan moeten we naar hockey, dus. Toch nog even een boodschap voor Jip. Nou, Jip is weer thuis. Ja, hij wil dat ik zijn deurtje open doe, maar ik ben bang dat hij eruit springt. En hij moet eventjes de komende 3 dagen eigenlijk moet hij in zijn hokje blijven, want hij moet zich een beetje rustig houden nog. Maar alles is wel echt super goed gegaan. Kijk, hij is ook alweer helemaal actief en hij heeft al gegeten en gepoept. En nou, alles goed met hem, dus heel fijn dat dit nu achter de rug is. Hey Janneke, dus dan kunnen jullie over een weekje of 4, nou 4 weken blijft hij nog vruchtbaar en dan kunnen ze lekker samen. Een hele goede morgen, ik ben onderweg naar de Action. Ik had sowieso eventjes wat douchegel en zo nodig, dus ik dacht ga ik meteen hier een shoplog opnemen. Maar ik ben al ietsjes later, normaal probeer ik altijd meteen bij openingstijd te gaan. Jullie zeggen ook vaak van waarom is de Action of Primark of zo altijd zo lekker rustig en opgeruimd als jij er bent. Maar dat komt omdat ik dus echt er altijd voor zorg
om op een rustige dag en dan liefst meteen bij openingstijd te gaan. Maar goed, het is nu niet helemaal gelukt, want ik moest Jip even zijn medicijn geven. En ik moest de kinderen bij een boekwinkel brengen, want het is kinderboekenweek. En ze gingen een speciale speurtocht doen met school, dus dat was leuk. Maar ja, ik ga nu dus snel naar binnen, want het is al wat later. Bralettes. Ik heb echt nog nooit ondergoed gekocht bij Action. Deze is eigenlijk best wel mooi. Kijk. Nou, ik ben hier echt al super lang. Kijk, ik heb ook wel allerlei leuke dingen gevonden. Dus ik ga nu snel naar de kassa. Soms is het hier zo, dan ben ik echt zo uitgekeken. Maar nu zijn er zoveel leuke nieuwe dingen. Nou, ik ben weer thuis. Ik zit weer aan mijn keukenbar om zo de video te gaan editen. Ik was trouwens echt lang in de Action, want ze hadden super veel leuke dingen. Ik heb ook een aantal leuke dingetjes gekocht, maar dat zien jullie dan wel in de shoplog. Want ik ga deze video nu afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En ik zie jullie heel graag volgende week weer. Dan ben ik weer met een nieuwe vlog. Tot dan! Doeg!